Jullie winnen vandaag ruim tegen China. En ben je zelf tevreden over je wedstrijd? Ja, het ging vandaag wel beter. Ze stonden natuurlijk wel met een B-ploeg, dus dat was een beetje aanpassen van wat voor druk krijg je. Maar we hebben wel redelijk goed het spel opgepakt en eigenlijk gewoon nieuwe uitdagingen gezocht om goede aanvallen te draaien. Hoe is de sfeer in de ploeg? Want ik zie veel mensen dansen in de rust bij het inschieten. Is het een leuke sfeer bij jullie? Ja, het gaat goed. Gisteren een rustdag gehad, dus dat was wel lekker. Even wat ontspannen, andere dingen doen. En nu, iedereen heeft er gewoon zin in en is er klaar voor om die belangrijke wedstrijd te gaan spelen. En je ziet het, inderdaad dansen, springen. Iedereen is een beetje, heeft veel energie over, laat ik het zo zeggen. Mick, ten eerste gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. En ten tweede, wat vond je van de wedstrijd? Ik vond dat wij wel scherp uit de startblok begonnen. Ik vind het alleen jammer dat China heeft flinke ontwikkeling gemaakt achter iedereen's wetens om. En we hebben een geweldige acht atleten kunnen, eigenlijk zoals hun kunnen drillen. En die hebben ze alleen opgesteld vandaag. Dus ze willen morgen presteren tegen Duitsland om de halve finales te bereiken. Ik vind het wel jammer, want dan heb je tenminste goede tegenstanders en goede gasten. Nu stellen ze een B-team tegen ons op. En we uiteindelijk dik winnen. Eigenlijk niet wat we hoopten, want wij hoopten gewoon tegen die gasten knallen vandaag. Echt goede weerstand, alleen is helaas niet van gekomen. Dan walsen wij eroverheen. Ik denk dat wij tevreden mogen zijn, alleen jammer. Het is niet anders. Die gasten hebben goede grote gasten en goede schutters. En die meiden zijn snel en slim. Ja, jammer. Die zat op de bank. Ja. En hoe zuur is het dat jullie dat het record wat door België gezet is niet halen nu? Het is niet om een hand eigen boost te steken, maar wij zijn er niet voor gegaan. Dus op het laatst dachten we, als we nu aanzetten en het valt goed, dan lukt het eventueel wel. Misschien wel, maar het was niet onze doelstelling. Was ook niet in de rust tegen jullie gezegd van jongens, ga voor dat record? Nee, we rust hadden 29. Ik denk dat we dan net iets hoger moeten eindigen, wil je dan echt het record zetten. Nee, we waren niet mee bezig. Echt niet. We schoten gewoon prima. We hadden een goed percentage, scoren voor goals. We hebben het niet gehaald, maar ik zou er niet wakker van liggen. Ik denk niemand. Ja, en is het doel dan om het record te verbreken in de finale? De finale gaat niet lukken. Die Belgen die zijn gewoon supergoed. Dus dat gaan we niet hier het record in de finale proberen bij te bevestigen. Dat gaat niet, dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon tegen België een spektakel geven. Je lag af en toe op de grond. Is het zo'n slechte hal hier of niet? Nee, niet zo'n slechte hal. Ik ben wel gewend om vaak op de grond te liggen. Ja, ik glij gewoon vaak uit. En het was een gladde vloer, maar goed, het zijn bijzaken.